vind staken eigenlijk niet de goede manier om het aan te pakken. Ik ben meer van dat de mensen met elkaar aan de tafel moeten om tot een oplossing te komen. Ja. Als je gaat staken, dan benadeel je heel veel mensen. En scholieren zoals wij zijn afhankelijk van het openbaar vervoer. We moeten naar school komen om toetsen te maken, examens te maken. En dat, dat komt nou een beetje in het gevaar, zeg maar. Ja, ik ben het wel mee eens dat ze gaan staken. Dus kijk, de hoge werkdruk. Alleen, wij zouden morgen wel op excursies gaan van school en dat gaat dan helaas niet door. Een chauffeur die onvoldoende rusttijd heeft gehad, maakt eerder brokken. Ja, daar heeft u gelijk in. Ook daar moet de oplossing voor komen. Het is een heel ingewikkeld verhaal, maar ook met de wc, dat ze om de 4 uur pauze hebben, dat duurt soms wel te lang voor mensen die een slechte, die dat niet zo goed tegen kunnen. Men wil eventueel staken tot kerstmis. Wat vind je daarvan? Nou, liever niet. Dan komen wij niet meer op school, dan kunnen we ook niet leuke dingen doen of zo ergens anders, want dan wordt het echt overal gedaan.